TomTom presenteert hier op de IFA een nieuw sporthorloge. Dit is hem, de TomTom Spark. En er zijn drie uitvoeringen. Deze, de simpelste, de fitnessuitvoering. Er is er één waar een hartslagmeter in zit. Er is er één met een muziekspeler en een gecombineerde versie. De bediening van de Spark doe je met deze knop die hieronder zit. Je kan op de randen van deze knop drukken om naar een ander menu-item te gaan. Je kan ook naar rechts gaan om iets te bevestigen. Het gekke is wel dat dit middelste gedeelte geen knop is. En daar heb je in eerste instantie wel het idee van. Dus dat moet je een beetje aan wennen, denk ik. Ook is het schermpje niet zo heel scherp als je misschien zou verwachten. Het is echt vergelijkbaar met de schermpjes van andere sporthorloges. Je moet er echt niet aan denken dat dit bijvoorbeeld een schermpje van een smartwatch, dat ziet er een stuk mooier uit. TomTom heeft op dit moment al sporthorloges met GPS erin. Dat heeft deze natuurlijk ook. Nieuw hieraan is, is dat je ook een activity tracker inzet die jouw hele stappen de hele dag volgt. Je kan hem ook instellen op bijvoorbeeld zwemmen of freestyle. En daarbij meet hij ook nog hoe goed je 's nachts slaapt of wanneer je slaapt, zodat je je hele dag kunt volgen. De Spark is dus waterdicht, zodat je ermee kunt zwemmen. Verder zijn er twee verschillende bandjes waar die geleverd mee kan worden. Een breder bandje, dat is deze. Er is ook nog een smallere variant. Je kan het klokje er ook uithalen en wisselen van bandje, heb ik begrepen. De versie met de hartslagmeter, daarbij zit de hartslagmeter. De sensor zit geïntegreerd in het horloge, dus dat betekent dat je geen borstband nodig hebt om je hartslag te meten. Er is dus ook een versie van de Spark waar je muziek op kunt opslaan. Je kunt ongeveer 500 songs kwijt op zo'n 3 gigabyte geheugen. En dat is handig dat je onderweg ook muziek kunt luisteren zonder dat je daar nog een apparaat voor nodig hebt. De Spark is vanaf oktober te krijgen in Nederland. Op dit moment is alleen de prijs van de versie met de hartslagmeter en de muziekspeler, dus de Cardio & Music, is bekend. Die gaat €250 kosten. Daarmee zit TomTom aan de bovenkant van wat sporthorloges zo normaal kosten. Dat loopt tussen de €100 en €300. We weten dus nog niet wat de prijs gaat zijn van de iets simpelere versies. Wachten we nog even af. Zo gauw die in oktober op de markt is, gaan we hem zeker kopen om hem voor een eerste indruk verder te testen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.